Traditiegetrouw openen we academische zittingen met het uitspreken van het votum. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Divers, duurzaam en ondernemend. Dat zijn de speerpunten van onze strategie 2020-2025. Het laatste speerpunt, ondernemend, staat centraal bij de opening van dit academiejaar, 140 jaar na onze oprichting. Dit lustrumjaar draag ik op aan de stichter van de Vrije Universiteit Amsterdam, Abraham Kuyper, die 100 jaar geleden overleed. Een ondernemend mens. Naast de VU startte hij een krant en de eerste politieke partij van Nederland. Hiermee werd hij ook premier. Ondernemerschap met een missie, dat is wat wij willen ontplooien. Duurzaam, sociaal, verantwoord. Samen met studenten, alumni en medewerkers. Waarom ondernemerschap als instrument voor die missie? Omdat je dan de kosten die je maakt om goede doelen te bereiken zelf terugverdient. En omdat je dan een organisatie opbouwt waardoor jouw waardecreatie niet verloren gaat als jij ermee stopt. Ondernemerschap zit in ons DNA. Wij zijn met crowdfunding en medefinanciering van Bierbrouwer Hovi opgericht, met als doel maatschappelijke impact. Een geslaagde social enterprise, kun je wel zeggen. Ondernemerschap ligt mij na aan het hart. Ik onderzoek het bijna 30 jaar en ik blijf gefascineerd. Ons onderzoek toont aan dat ondernemerschap niet aangeboren is, maar aangeleerd. En een universitaire opleiding is een belangrijke succesfactor. Bovendien kunnen ondernemingen die vanuit de universiteiten worden gestart wetenschappelijke inzichten vertalen naar nuttige innovatieve toepassingen. Niet alleen ondernemers hebben een ondernemende houding en vaardigheden nodig. Ook onze studenten die in loondienst gaan komen veel verder met een ondernemende houding. Zeker de afgelopen periode is de ondernemende houding van onze eigen medewerkers van onschatbare waarde geweest. Ondernemerschap en een ondernemende houding stimuleren bij studenten, medewerkers en alumni van de VU Amsterdam is dus hartstikke waardevol. Die ondernemende houding is ook onderzocht. Het gaat vooral om een bepaalde risicohouding, omgaan met tegenslagen en verliezen. Het gaat om leiderschap en doorzettingsvermogen, tegen de stroom in en door. Om flexibiliteit, testen en aanpassen en weer door. Het gaat ook om openheid voor signalen, responsiviteit en sociale intelligentie. Samen met 9 Europese universiteiten in ons Aurora-netwerk hebben we onlangs een prestigieuze Europese subsidie gekregen om ons als European Universities Network aan precies dit thema te wijden. Entrepreneurship dat wetenschappelijke resultaten naar bruikbare toepassingen vertaalt. Binnen ons programma A Broader Mind stimuleren we die ondernemende houding ook. In projectteams werken studenten aan complexe maatschappelijke problemen, zoals plasticsoep of eenzaamheid. De campus richten we steeds verder in als ondernemersbroedplaats. We hebben een succesvol demonstrator lab, waar ondernemende ideeën gerealiseerd en getest worden. We bouwen een zichtbare en toonaangevende start-up village, midden op de campus. Ons huidig start-up village groeit uit zijn jas, met bedrijven als Findest, Sci2Date en Optics 11. Op de nieuwe locatie willen we ook meer bedrijven uit Alpha en Gamma hoek huisvesten. Met onze belangrijke Amsterdamse partners willen we een innovatiecentrum in Health and Life Sciences bouwen, midden op de Zuidas, voor start-ups en scale-ups en onderzoekers die samenwerken met partners als Philips, Deloitte en de EMA. Een broodnodig thema, zoals we ons nu nog beter dan eerst realiseren. Ook onze samenwerking met de Universiteit Twente gaat bijdragen aan onze ondernemendheid. De UT staat niet voor niets bekend als de ondernemende universiteit. En tot slot Sapiens, het nieuwe kenniscentrum van het Anthropoceen op de Zuidas. Samen met Naturalis, een plek waar de urgente problemen van onze tijd belicht en onderzocht worden. Kortom, we bouwen aan ondernemerschap met een missie, net als 140 jaar geleden. Namens het College van Bestuur ben ik dankbaar voor de steun van binnen en buiten de VU voor deze missie. In goede en moeilijke tijden. En dat we nu in een moeilijke tijd zitten vanwege COVID-19 zal niemand ontkennen. Juist nu is ondernemend gedrag voor vrijwel iedereen van eminent belang. Wij zijn heel blij met onze medewerkers en studenten in deze bijzondere tijd. Moedig voorwaarts!